Christian Eriksen, Anthony van Loo, Niels Albert, Jente van Genechten, Dries Termoten, Abdallah, Sonny Colbrelli, Cédric, Emil Palsson, Niels de Vries, Daley Blind, Sofian, Niels Robert de Greef, Samuel, Michael Gola, Anthony van Loo, Niels de Vriend, Christian Eriksen. Voetballer Christian Eriksen stuikt tijdens een EK-wedstrijd ineen. Iedereen kan zich de beelden nog herinneren. 9 maanden later trekt hij de voetbalschoenen opnieuw aan, met een defibrillator. En hij is zeker niet de enige. Het laatste dat me nog herinner was dan dat ik tegen mijn tegenstander zei van oei, ik voel me eigenlijk niet zo goed. En plots werd ik wakker in het ziekenhuis 2 dagen later. Je hoort Dries Termoten uit Ardooien. In zijn vrije tijd geeft hij training aan jonge voetballers. Net als Eriksen kreeg hij een hartstilstand tijdens een wedstrijd. Ik geloofde het eerst niet. Ik dacht van, ja, we hebben een feestje gebouwd achter de wedstrijd en ik ben ergens met mijn auto tegengevlamd. Dat was mijn eerste gedachte. En toen hebben ze echt het persbericht toonde aan mij, zodat ik het kon geloven eigenlijk. Ik had geluk dat ze er heel snel bij waren en ben er goed uitgekomen. Dan hebben ze eigenlijk uit voorzorg een defibrillator gestoken. 3 weken later begon ik alweer volop te sporten. Een beetje ontkenningsfase ook, denk ik. Dan 3, 4 jaar bleven gewoon verder doen dat ik bezig was. En dan nu vorig jaar, plots in 12 weken tijd, is hij 3 keer moeten ingrepen. Je hoort het goed. In 12 weken tijd redt de defibrillator 3 keer het leven van Dries. Na de 3e keer heeft hij zijn voetbalschoenen definitief aan de haak gehangen. Maar hoe werkt zo'n defibrillator? Sportarts Tom Teulings ziet in zijn praktijk in Oevel regelmatig jonge sporters met hartproblemen passeren. Wel, een defibrillator is eigenlijk een toestelletje dat ingeplant wordt in het menselijk lichaam. Dat zijn toestellen die er eigenlijk voor zorgen dat als je een hartritmestoornis doet, dus een soort van hartstilstand, die eigenlijk het ritme terug in orde krijgen. Het is vooral als het aan het fibrilleren is, dat wil zeggen dat het hart eigenlijk heel onregelmatig aan het samentrekken is, dat je eigenlijk door die stroomstop, dus eigenlijk elektriciteit dat je toedient, dat je daardoor het hart terug in het juiste ritme krijgt. En dat is uiteindelijk levensreddend. Het feit dat het bij sporters wordt ingeplant en dat het daardoor wel wat aandacht krijgt. Niels Albert is daar een goed voorbeeld van. Niels Albert, een ex-profrenner met 2 wereldtitels op zijn naam. In 2014 krijgt hij na een routinecontrole te horen dat hij hartproblemen heeft. Anders dan bij voetbal betekent dat voor wielrenners einde carrière. Niels Albert, wereldkampioen 2009. Ik vind op een gegeven moment dat je het lot niet moet tarten. Stel je voor dat je tegen 60 per uur tegen de grond gaat, je pakt wat volk mee in volle finale zo. En die jongen die valt verkeerd en die laat het leven daar, omwille van dat u een defibrillator afgegaan is. Ik weet niet dat ik daar zo goed mee zou kunnen leven dan, eerlijk gezegd. 2 jaar na de vaststelling krijgt Niels zijn defibrillator. Intussen redde het toestel al meermaals zijn leven. De moment dat bij mij afging, de eerste keer, ik was toen aan het fietsen. Echt gewoon op het gemakje. Ik hoorde zo precies een vliegje of zo dat in uw oor zit. Zo het gezoem van precies een batterij die aan het opladen is, zo een heel stil gezoem. En dan krijg je zo een schok. En die schok kun je vergelijken met iemand die hard bijvoorbeeld door de borstkas slaagt. Dus je hebt het idee zo, oh, zo dat je, wat is deze? Maar op het moment dat moet beginnen zeer doen, beseft ook al van oké, goed, dat is gebeurd. En die zeer, dat is zo precies, ja, de komende 2 dagen een goede blauwe plek zo. Hè. De verplichte hartcontrole redde het leven van Niels. Dr. Teulings benadrukt dat zulke controles essentieel zijn om een plotse dood bij sporters tegen te gaan. Toch kunnen ze niet alle hartaandoeningen tijdig opsporen. Er zijn altijd een aantal aandoeningen die we heel moeilijk kunnen traceren, samenloop van omstandigheden. Plotse dood komt ongeveer voor bij 3 à 4 per 100.000 per jaar. Is dat veel? Nee, maar dat gaat wel over een aantal tientallen jonge mensen per jaar. Als we dat kunnen herleiden naar 1 op 100.000 en naar een aantal per jaar, dan kunnen we daar wel heel wat jonge mensenlevens mee redden. Ja, het voetbal is voorbij. Telkens als ik naar het voetbal ga kijken of ik zie hier gewoon de gasten bezig, denk ik van, allee, waarom moet dat mij overkomen? Als mensen praten over binnen 20 jaar, dan ga ik al meer eerder denken van, ja, gaan we er nog zien op dat moment? Dus dat is wel een beetje je denken die verandert. Maar anders
Je moet er eigenlijk zo weinig mogelijk proberen aan te denken aan je leven leen en gaan werken en plezier maken vooral. Dat is zeker niet gemakkelijk, dat kan ik wel niet zeggen. Ook voor Niels Albert gaat het leven door. Na zijn carrière besefte hij dat topsport niet het enige is in zijn leven. In het begin is dat heel moeilijk te aanvaarden, want je kent maar één ding uiteindelijk en je denkt dat is mijn leven en dat wordt afgepakt. Maar ik ben nu 7 jaar, bijna 8 jaar later in mei en mijn leven is op de rails. Ik bedoel, ik geniet op een andere manier van het leven. We hebben een zaak opgestart. Ik heb een dochter thuis rondlopen waar je ook voor wilt gaan. En dat is een ander leven gewoon, maar dat is ook schoon.